Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anwar. Vandaag gaan wij door de bestaande schoorsteen gaan wij een flexibele rookgas doorvoeren. Want we gaan een nieuwe HRCV-keten beneden plaatsen. En die mag je niet, de rookgas daarvoor mag je niet zomaar op de gemetselde kanaal aansluiten. Doe je dat wel, dan krijg je vochtproblemen. En je kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Dus dat doen we niet. Zoals jullie zien, dan zie je dat mijn collega, die ik niet ken overigens, ook een doorvoer heeft getrokken. En je ziet dat zijn schoorsteentop, die past er niet helemaal lekker op. En hij heeft het een klein beetje creatief opgelost. Wij doen het anders, want er bestaan gewoon verloopjes ervoor. Dus die gaan we gewoon erop plaatsen. Deze dingetjes. Hop. Let op. En dat past gewoon. En dan kan dadelijk dit gewoon erop. Zo. Zo simpel is dat. We gebruiken vandaag Borghout rookgasafvoer. Dat is mijn favoriete rookgasafvoersysteem. Altijd goed, erg betrouwbaar. Als je de kanaal er doorheen gaat voeren, dan komt heel veel gruis en stof uit. Doe even een stofmaskertje op. En beneden, mijn collega is beneden, die staat daar ook met een stofzuiger en dergelijke. Dus mocht er heel veel stof uitkomen, dan kan die dat heel makkelijk opvangen. Nou, dan gaan we nu de kanaal trekken. Zo. Maak hem altijd een beetje recht. Een goede maskertje opzetten, jongens. Dat is echt een chemisch troepje wat eruit komt. Daar komt hij dan, hè? En als hij dan niet gaat, dan moet je hem even draaien. Fikri! Dat is een goede telefoon zo. Fikri! Als je er doorheen gaat, hij mag niet 45 graden of horizontaal. Hij mag enkel recht aangesloten worden. Op het moment dat jij horizontaal gaat, dan moet je speciale verloopstukjes gebruiken. En dan moet je met een vaste buis verder gaan. Dus ik zie dat wel eens dat de buizen zo schuin erin gaan. Of dat ze schuin naar de keten toe gaan of horizontaal. Gelijk afgekeurd. Je bent zo niet verzekerd en je brengt de klanten breng je in gevaar. Abdul, hou jij hier even vast. Doen we het verloopje eerst. Kijk. Dit zit gewoon netjes op. Kijk, dit zijn de verloopjes. Hiermee verloop je dus van flexibele buis naar vaste buis. Maar dit is speciaal voor de schoorsteentop. Dus van die weerhaakjes erop. Van die borgklemmen. Die haal je zo eraf. Kun je met een schroevendraaier doen of met een Stanley mes. Maakt niet zo heel veel uit. En dan gaan we zo erin maken. Moeten we het pakje niet vergeten. Heel erg belangrijk. Dat gaat hier op. Ik doe hem altijd op de tweede ring. Zo, wat een stof eruit komt. Hè. Als je dat allemaal inademt, jongen. Dat is echt niet goed. Dan kan dit erop. Zo. Zo. Oh ja, maar even tegenop doen dat hij niet naar beneden schuift. Dan kan deze erop. En als je hem er overheen schuift, moet dat pakje natuurlijk wel diep genoeg in de kraag zitten. Hè? Zo. Klik. Klik. Las los. Zo. Een beetje een model buigen. Ja. Ja. Laat maar los. Zo. Dan kan deze erop. Zo gemonteerd worden. Zo. Kijken of die een beetje recht is. Zo. Nou, dat ziet er gewoon goed uit, jongens. Vind je niet? Het ziet er strak uit. En zo hoort het. Goed je werk doen. Hè? Mooi.
Nou, dat was het jongens. Dat was een korte videootje. Maar ik hoop echt dat jullie wat aan hebben gehad. Vind je deze video leuk? Geef dan een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!